De eerste vrijwilligersmarkt werd op vrijdag 4 april geopend in het Huis van de Stad door wethouder Marco Kastelein. En ik hoop dat dit een eerste keer is en voor herhaling vatbaar. Dankjewel. Verschillende non-profit organisaties waren aanwezig om werk te tonen en vrijwilligers te werven. Zaterdag stond het Ronseplein vol met kraampjes voor de rommelmarkt. Terwijl de ouders koopjes scoorden, konden ook kinderen zich vermaken. Museum Gouda deed mee aan het Nationaal Museumweekend. Kunstenaar Jan Mostert speelde gitaar en Annemarie Lutz en Suzanne Schuttelaar tekenden portretten van bezoekers. Het Verzetsmuseum deed mee. En het is weer lente op de kinderboerderij.